Een koude donderdagavond in Café Het Hoefijzer. William Hubers, wat gaat er vanavond gebeuren? Nou, ik ga mijn haar doneren aan Stichting Haarwens. Dus ik ga helemaal kaal. Waar komt die gedachte vandaan, dat idee? Mijn schoonmoeder heeft afgelopen jaren heeft ze last gehad van borstkanker. Dus toen ik bij het ziekenhuis was, werd ik benaderd door iemand. En die zei van, luister, je hebt echt heel mooi haar. Wat denk je van doneren? En toen ging ik zeiken tegen mijn vriendin en het bleef al haken. Dus het ging maar steeds verder. Maar je hebt ook nog een bijzonder beroep. Dat heeft ook met je lange haar te maken, dat het eraf moet. Ja, ik ben dakdekker bij Erdo. En dat is lastig met lang haar? Zeker. Nou, je speelt elke dag met vuur. Het is altijd lastig met dingen zoals helmen opdoen. Dus het zit gewoon heel erg ongemakkelijk. Hoe viel het plan bij de familieleden, gezinsleden, vriendinnen enzovoort? Nou, ik heb het een paar keer gedaan. Zeg maar echt kaal. Maar nooit zeg maar dat ik zo lang ben geweest. Nu heb ik het 3,5 jaar laten groeien. Even over die stichting Haarwens. Hoe wordt het nou verder afgehandeld? Jij laat het afknippen. En dan? Als het goed is, wordt het dan... Ik stuur het op naar een stichting. Die sturen het verder op. En daar worden pruiken mee gemaakt. En dan worden die pruiken weer teruggestuurd naar Nederland. Marja Slagmolen. Het is je schoonzoon en je schoonzoon komt thuis met de mededeling. Ik ga mijn haar eraf laten knippen. Hoe hebben jullie dat emotioneel thuis verwerkt? Nou, hartstikke lief van hem. Echt heel goed. Er zijn zoveel mensen ziek om ons heen. En ook mensen die hun haar verliezen. Dus we zijn super trots op hem dat hij dat doet. Eventjes over de voortgang. Je hebt het met je dochter natuurlijk ook besproken. Ja, nee, iedereen vindt het prima. We vinden het hartstikke goed. Maar haar groeit zo snel. Hij denkt erover om over een paar jaar weer te doen. Nou, daar heb ik dan geen last van. Over het algemeen wordt het toch volgens mij alleen maar door vrouwen gedaan? Eigenlijk wel, ja. Mannen hebben niet zo vaak zo lang haar. Maar hij heeft zo super haar. Ik zou als vrouw blij zijn als ik dat haar zou kunnen krijgen. Maar ja. Chinook, nou kom je thuis met een prachtige bink. Met een geweldige bos haar. En dan zegt hij, schat, we moeten even praten. Hij gaat zijn haar af laten knippen. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind dat hij het voor een hartstikke goed doel doet natuurlijk. Wie kan dat nou zeggen als man? Dat je je haar gaat doneren aan een goede, ja, goede stichting. Stichting Haarwens. Dus ja, ik ben eigenlijk alleen maar trots op hem. En dan de kapster, Geneviève van Koops, om de hoek. Er komt een kerel die zegt, ik wil dat prachtige lange haar afknippen. Is dat dagelijkse kost? Tuurlijk, voor mij wel. Hoe pak je dat aan? Wat is de truc om het goed kort te knippen? Ja, het is een mooi doel, dus dan is het altijd goed om je best te doen. Dus we kunnen, en het is een mooie lengte en hij wil het heel kort. Dus dan kunnen we heel veel haar geven aan een goed doel. Maar het is niet zo dat de tondeuze er even overheen schiet en dat het dan klaar is? Nee, je moet eerst heel veel vlechtwerk.